En wij waren op het Democratiefestival afgelopen maand en daar kwamen we Alexander tegen die daar bezig was met zijn stand van basisinkomen. Hij was daar een spel aan doen en wij waren met een stuk of 10 gele hesjes, we zijn mee gaan doen. En al, toen de vraag kwam, wat ga jij doen als je een basisinkomen hebt? Blijf jij dan werken of stop je met werken? Zei iedereen, wij gaan gewoon door met werken. Alle gele hesjes die er waren ook. En ik heb daarna een poll gedaan bij ons in de groep van gele hesjes Eindhoven. Er zijn ongeveer 600 mensen online. En 95% is voor het basisinkomen. Hey. Het basisinkomen zet mensen weer in hun kracht. We hebben nu een maatschappij waar heel veel moet, je moet dit, je moet dat. En alles wat we doen, het geld stroomt maar naar boven. We moeten doen wat ze van bovenaf bepalen voor ons. Maar dat is geen samenleving. In samenleving kijk je wat het individu wil en dan zet je in je kracht. En dat doe je met een basisinkomen. Door mensen gewoon niet hun gas, water en licht af te pakken als het even een keer niet goed gaat. De minimale basis, dan ben je menselijk bezig als samenleving. En als je daaraan gaat zitten, dan ben je niet meer beschaafd als land. En daarom zijn wij gewoon heel erg voor het basisinkomen. Wij zien gewoon... Dank u wel. Dank u wel. Wij zien gewoon aan de onderkant hoe het misgaat. Ik werk in Eindhoven bij Stichting voor Armen. En de daklozen nemen toe, de mensen die het niet meer redden, de mensen die omkomen in alle paperassen van de gemeente, de belasting. Heel veel mensen worden daar echt gewoon gek en depressief door. En we willen gewoon weer dat mensen die zorgen niet hebben. Dat je gewoon minimaal kan leven. En als je dan meer wil dan een ander, dan ga je harder werken en dan ga je meer verdienen. Maar blijf van die minimale basis af. En daarom zijn we hier vandaag en daarom steunen we dit initiatief van harte. Sander, dankjewel. Het basisinkomen gaat dus eigenlijk niet eens echt om geld, het gaat om vrijheid. Keuzevrijheid, dat je zelf kan bepalen wat voor werk je gaat doen. Onze volgende spreekster, ik heb dat nog niet gezien, dus ik hoop dat ze hier is Katie Olivia van Tegal.